elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. De Rijnmond Derby voor de 28e keer gespeeld. Sparta op zoek naar een overwinning. Ook naar een uitoverwinning. Want al 6 uitwedstrijden op rij niet gewonnen. Hier valt de bal uiteindelijk voor de voeten van Rayi. Klein half uur gespeeld. En de ploeg van Frezer op voorsprong. Frezer die ervoor koos om Royston Drenthe op de bank te houden. Ze verwachten meer bij Sparta van de routiniers. En dus een boodschap richting in dit geval Royston Drenthe. Niet lang daarna is dit een overtreding van Ouassar. En de strafschop wordt binnengeschoten door de rechtsback Antonio Stankov. En zo staat Dordrecht weer op gelijke hoogte. Dordrecht dat na de winterstop meer punten pakte dan Sparta. Rayi met een goede actie en hij doet het helemaal zelf. Mo Rayi. Zijn 11e van het seizoen. Genoeg mensen mee van Sparta, maar hij heeft ze niet nodig. Naar Ros Duarte, oh schitterend. 10 minuten na de rust. De marge van 2 voor Sparta. Door deze weergaloze vrije trap van La Ros Duarte. Dan is ook Royston Drenthe inmiddels ingevallen. Die staat daar te loeren. En haalt sportieve revanche in zijn 50e wedstrijd in het betaald voetbal. 21 daarvan kwamen dit seizoen bij Sparta in de Keukenkampioendivisie. Hij bepaalt de eindstand op 4-1. Eindelijk weer een overwinning voor de ploeg van Henk Frezer.